Ja, nog een andere sport waar je actief in was. Karate, als ik het goed begrepen heb. Ja. We hebben daar een foto van, kijk hier. Mm -hmm. Ja, ja. ja. <laughs> Dag iedereen en welkom bij een nieuwe Clubhouse Tandem. Opnieuw zit er een uh, ongelooflijk sterk duo op onze zetel en uh, ja, vandaag kunnen we dat zeker zeggen. Het zijn mannen die ons alles kunnen vertellen over het veldrijden met oog op het uh, aankomend EK van komend weekend in Pontchâteau in Frankrijk. Ze hebben zelf ooit aan de top gereden en vandaag zitten ze gewoon bij ons in de zetel. Erwin Vervekke en Bart Welles, mannen, dikke merci om hier te zijn. Welkom. Um, okay. Erwin, voor u is het niet de eerste keer. Hè? Jij hebt hier al gezeten vorig jaar, als ik het goed hoor. Vorig jaar? Ik denk uh, ongeveer dezelfde periode. Hè? Ja. Dezelfde periode. Is het veel veranderd? Of, of is het uh, nog meer of meer... Uh... Het lijkt mij hetzelfde, ja. ja. Misschien uh, wat decor-details, decor. maar dat valt me nu niet direct op. Wat er veranderd? Stond een eenter toen ook? Uh... Ik denk het wel. En dat gras, ah, ja. dat weet ik al oh, veel. Gras, dat was korter okay. ja, dus waarschijnlijk. Uh, ja. Ja. ja, dat moet wel bijgeschoren worden. We moeten dat nog wel snoeien. staan, tuinman moet eens uh, ja. zeggen van... Uh... We geven het door. We geven het door voor, voor de volgende show. Bart, ook jij. Bedankt Dank voor u is de eerste keer dat je ja. hier ja. bent? Halle, keer. Ja, allereerste keer. alright, fantastisch. Heren, ik ga wel beginnen met, een, met een, uh, uh, ja, iets op te biechten. Uh, ik ben één van de weinige Vlamingen die eigenlijk het veldrijden niet echt volgt. Het spijt mij. Hoi. Ja, ik ben één van, van die mensen, dus ik heb me wel, ik weet, ben perfect op de hoogte, ik heb, ik heb wel affiniteit, een beetje, want ik weet niet of, of de, het dorpje Eernegem jullie nog iets zegt. Ja. De Houtland Cross uh, ja. is daar jaren geweest, ik ging daar als kind wel naartoe. En uh, uh, even wat background. Ik volgde het dus niet, maar ik supporte altijd voor u, Bart. Want Welles en was rond die een tijd op tv. Ja. En ik kende nu daarvan. En dat was voor mij. Dus ik ging naar de cross. Ik wist niet wat er gebeurde. Maar als ik Bart Welles zag, dan was ik fan. Dat was zo'n beetje het. Ja, uh, dus dat is mijn, mijn affiniteit met, uh, met de cross of met, uh, met het veldrijden. Nu um, jullie hebben natuurlijk, jullie zijn natuurlijk profrenners geweest, toppers in, in het veldrijden heel lang. En jullie waren ook teamgenoten bij telenet Fidea. Wat ik me dan. Afvraag, als je dan alle twee zo aan die top staat, los van teamgenoten, zijn jullie ook een beetje rivalen of concurrenten van elkaar? Hoe was we dat in dat die een tijd? geweest? Ja, dus ja, dat is dat. Ik denk dat wij af, af en toe, en ik denk dat je, zelfs nu in het huidige platon ik zie je bent wel ploegmaat en af en toe kunnen we iets voor elkaar betekenen. Maar ik denk dat wij ook dikwijls zou worden hebben gehad. Eigenlijk dat dat normaal was. Hij was die een topper, ik was die een topper. Hij wilde winnen, ik wilde nog winnen. En dan ja. in, soms in hetzelfde team. Op het moment dat je iets voor elkaar kan betekenen, probeer je dat wel? Of in de mate van het mogelijke, maar als, als, ja, als we beide voelen dat we kunnen winnen, ja, dan gingen ja, we er ook voor. Denk ik denk dat dat logisch is. Op die moment kunnen we dat soms. Ik denk dat ik soms al wel eens iets geroepen heb of iets iets heb. Ja, uh, wel, we hebben, maar, op maar, nog maar op mee zich is het veel. Is ah, het dus, gewoon zo. Uh, allah, ja. uh, ik, we zaten toen die periode echt wel met heel veel toppers ook. Stieber uh, was er ook op een gegeven moment uh, bij. Toen waren er twee heel grote ploegen. Hè. Toen was het Navobank of VDA, ja, want, ja. ja, want in het begin was het Videa alleen. Hè, en dan is er net bijgekomen. Ja, maar dat waren gewoon twee heel grote blokken. En ja, ik denk, voor elkaar iets doen, echt specifiek, je eigen kansen opofferen voor de ander, dat gebeurde bijna nooit. Ja, was ook logisch, denk ik, Maar ja. natuurlijk, wat wel gebeurde, is gewoon uh, ja, de situatie gebruiken, zodanig dat je ploegmat er goed mee is, maar waardoor je zelf dikwijls ook er goed mee was. Ja, ja, ja. Ja, want, dat ik me altijd af, het is, er kan maar één iemand winnen, want het is ook een teamsport, in, in hoeverre is dat? Is dat iets dat de nadruk op ligt, dat teamspel? Zijn er echt strategieën, tactieken als team? Of is het meer van nee, nee, we nee, zien nee. hoe ver we komen en, en dan wie, wie, wie er het best voor staat? Ik denk dat in 95% van de crossen de beste winst. Ja. Dus ja, dat is heel uitzonderlijk. Op, op een heel snelle tactische koers dat je wel eens wel iets voor elkaar kunt doen, maar dat is bijna niet. Zelden. Ja. Ja. We hebben ook nooit niet zo heel ostentatief zo iemand laten wegrijden of, of de remmen nee, dichtgeknipt. Kenne, dat hebben we nooit niet gedaan, maar like dat Erwin zegt, hè, we denk, volgens mij op een gegeven moment in 2K in, in Zedan, denk ja, ja. dat ik weet van ja, Erwin is weg. Ja. Dan mogen niet rijden. En dat is aan uw vorm van, van, van ploegmaat zijn, dan ja, zie ja, je rijdt niet. Je uh, volgt die orders, orders, je weet wat je te doen staat. Je bent alle, allemaal professioneel. Dat is een automatisme. He? Ja. Is ja. een automatisme en, en dan moet dat zo gebeuren. Dus, ja, dus uh, wij waren denk ik ook nog wel als renner heel compatibel. Hè? Want Bart was iemand, als hem goed was, ja, dan was hem gewoon in de start weg en dan reed hem ver vooruit. En dan was mijn rol eigenlijk, eigenlijk reek ik mijn eigen kurs. Echt hem moeten helpen, was, en, uh, heb ik niet heel veel moeten doen, hè, want mm. ja, ik tegen het meestal zelf. <laughs> en omgekeerd, ik was iemand die. Ja, ik, ik heb weinig korsen alleen vooruit gereden, bijna nooit. Uh, ik moest gewoon aanklampen en proberen in die finale te geraken en dan had ik, ik wel voordeel. Dus ja. allee, we waren ook heel, twee heel aparte renners. Hè. Ja, ja, dat snap ik. Was, is dat ook zo dat er een, een kopman wordt aangeduid binnen een team oh, of is dat nee. in het veldrijden totaal niet het geval? Nee. 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 Oké, okay, ja. Plus we hadden, ja, zo mag ik dat toch wel zeggen, hè? Een, een gemeenschappelijke vijand. Hè? Sven Nijs, dat was de grote concurrent die op een bepaald moment ja, acht van de tien korsen won. En, ja. en dan hadden wij ja, een gemeenschappelijk doel. En ik denk dat dat wel uh, een van de dingen is waar we bijvoorbeeld in Zedam hebben echt goed samengewerkt. Dat is een van de weinige korsen dat ik nu mij herinner. Maar voor de rest is dat ja. bijna mm -hmm. niet nodig geweest. Ja, 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 je zei het zelf al, Sven Nijs, jullie, jullie grote concurrent op, op dat moment. Er was heel wat rivaliteit. Mario de Klerk was misschien niet dezelfde periode, maar dat was, dat was, daar werd ook veel over gezegd. Daar... Dat was net iets ja. ervoor. Ja. ja. was net iets Is dat, want, want zelfs uh, De Standaard, of De Tijd, sorry, heeft ooit een artikel geschreven, het hiervoor, de onblusbare rivaliteit tussen Mario de Klerk en Erwin Verwecken. Hoe, hoe, hoe intens was die rivaliteit met Mario de Klerk en met later ja, aan Sven hoe... alle, allebei van ons. Ja, ja. Ik weet nog, 2K ja. ja, Was uh... Monopoly. Ja. De Klerk, zijn sterk wapen was. Alleef, Sterk wapen: het feit van vlak voor kampioenschappen altijd de knuppel in doen doendrokken gooien. Van, door toch iets te zeggen, door een quote uh, die dat dan uitvergroot werd. En wat dat iedereen just van, van God noemde, de smerlap en, en dan miek ik ay, op dit moment ook wel het veldrijden heel heftig bij de mensen, dus ja. ik mis dat nu wel een beetje, zoiets. Oké, okay. want dat, is, dat ging mijn volgende vraag zijn, je zegt dat maakt het heel heftig bij de mensen. Had het gevoel dat het, dat, dat het door de media, door dat soort quotes dan van, van Mario de Klerk, dat dat wat werd opgeblazen, dat dat onderling onder de renners minder speelde dan dat het bij de fans en bij de media speelde? Of was dat bij jullie Op dat moment... Zoiets? Kijk, dat is zo vlak eh, tussen de twee kampioenschappen, hè, dan, dan zit de media er volop op en ja. elke uh, vlieg wordt dan een olifant hè, en dan, uh, ja, dan, dan worden dingen uitvergroot. En Mario was dan iemand die hield van psychologische spelletjes te spelen, hè. dat was iemand die, die, die ja, heel sterk was in dat soort dingen en, uh, en, en richting kampioenschappen toch ook wel een, een te duchte concurrent. Hè. Uh, ja. Dus uh, ja, een beetje een zoals ik. Hè. Uh, en, en, uh, daardoor ja, was dat een concurrent. Maar ja, het was ook, zoals ik zei, een renner zoals ik, iemand die niet makkelijk de koers zelf van in het begin maakte. Uh, heel ander type dan bijvoorbeeld Bart of Sven was. Hè. Ja. Uh, ja. Dus iemand die volgde en dan, ja, wacht, op het einde moest mij rekening houden. Ja. Maar, uh... je, je zegt of die rivaliteit of dat, dat, die, die intensiteit tussen verschillende renners en de fans, dat, dat is wat minder, dat miste nu een beetje. Hoe, hoe, hoe komt dat? Dat vind ik, ik braaf geworden. geworden ja. Ken je, als, als er in de week iemand een ander in een draad rijdt, dan is dat na de koers. Oh ja, nee, het is volgende week opnieuw. Ja. Bij ons was het altijd <laughs> het een dikkel spel. En, en ik denk dat het misschien ook wel gebeterd is hè, door, door, allee, door de journalisten misschien, die had er ook geen spel van gaan Minder, maken. Ja. En wij hadden toch een paar journalisten ik denk dat die nu niet, niet, niet echt rond meer lopen, die op, op, op zoek waren naar, naar sensatie. Ja. En nou, allee, soms was dat wel leuk. Als dat in uw nadeel was, was dat minder leuk. Ja, als je dingen had gezegd die ze dan in een andere context beginnen te brengen, dan was dat iets minder leuk. Maar dat deed het veldrijden wel leven, volgens mij. Ja. Dat je net iets minder ziet nu. Ja. ja. Allee, dat mis ik soms. Snap ik? Ja, ja de Klopt ook wel. Uh, maar ja, dan natuurlijk de bedenking. Wij, wij zaten echt allee, tegen elkaar elke week. En, en, en Sven was. Allee, ja, Bart heeft ook twee jaar absoluut een beste geweest. Maar daarna Sven. Maar dat was, allee, nu, nu zijn er allee, nog altijd de, de, de grote drie was er dan van spreken, hè, die op dit moment nog niet. Dus ja, iemand die, die nu veel koersen wint, ja, voor echt heel hoog van een toren gaan te blazen, uh, ja, dan, dan, met, met de andere drie die er dan later nog bij komen. Ja. Je, je kunt weinig, weinig claimen zolang dat je die mannen niet, allee, dat je niet het hele seizoen beheerst. Hè. Ja. Ja. dat is wel wat moeilijker natuurlijk, ik denk dat er dat ook wel een beetje mee te maken heeft. Ja. Maar ook wel wat de persoonlijkheid, alhoewel ik iemand als Elie Iserbyk denk ik dat nee. ook wel een beetje de nijdigheid heeft van, van de Mario de Klerk. Ja. Uh, maar daarachter zitten inderdaad wel een paar die relatief braaf zijn ja. Ja, misschien de tijd van nu ook, dat we allemaal wat voorzichtiger zijn met de, met de uitspraken. Alhoewel, dat je in de sport is dat misschien soms wel een keer plezant. Uh, ja, mannen, we kennen jullie natuurlijk allebei als uh, toprenners in de, de beginjaren 2000. Maar Bart, uh, je had nog een andere sport waar je actief in was. Uh, karate, als ik het goed begrepen heb. Uh, ja. hebben We daar uh, een foto van, kijk hier. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Gebeurde er veel? Ik heb, ook ik heb veel? Het geprobeerd, maar het is mislukt. Het ik, ik, ik kon hem niet raken. Dus ja, de bedoeling is dat je hem raakt. Maar ja, dat... is, er, is, er veel, is er veel over gezegd geweest toen? Ja, ja ik ben daarvoor geschorst geweest. Hè. Dus, uh, ik ben uit die, uit die wedstrijd gezet, uh, uit de uitslag. Ik heb die eigenlijk gewonnen, die, die cross. Dus ze zeggen altijd: ah. ja, Bert willems heeft maar drie keer overreizen. Nee, nee, voor mij heb ik vier keer, vier keer gewonnen. Keer gewonnen. Uh, maar ik ben daar een maand voor geschorst geweest het, uh, het seizoen erop. Dus uh, een boete moeten we betalen. Nee. Dus, uh, ja, dat is even een zure geweest. Maar ja, ja we hadden een voorbeeld. Blijkbaar. En, blijkbaar. Uh, ja. Ja. Het publiek mocht heel veel naar ons doen en wij mochten niks terug doen. En soms Snap. heb ik het wel het karakter van ik kan veel verdragen, maar. Genoeg is genoeg. Als het hier is. Ja. Dan, uh. Heb jij ooit zoiets gedaan, Erwin? Uh, nee, zeker niet karate-trap <laughs> ja. niet. Ja. Ik heb ook langer been, dus dat uh, gevaar ah, ja, is een ja, beetje. Ja, ja ik heb het wel geraakt. Ik heb hem misschien geraakt. Nee, maar ik heb wel eens ooit afgestapt om tegen iemand echt uh, te discussiëren. Ook waarschijnlijk om. Ah, ik reed ik, 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 niet helemaal vooraan in de koers. En, uh, ja, dat was na, na het uh, incident met Mario de Klerk in uh, Poprad, hè, uh, dat, uh, de week daarna was er iemand echt heel de koers naar mij aan het roepen, elke ronde opnieuw en ja, het de laatste ronde, ik had zo, wow, ik had 30 seconden op degene achter mij en dat was nog de tijd voordat die koersen allemaal live op tv waren, dus daar ben ik ook wel eens afgestapt, en, uh, maar dat was gewoon puur verbaal. ja het blijft verbaal. Ja. All right. Goed. Nu, wat het over, over de media, Bart, ja, we kunnen er niet omheen, Wel is W was, was een, uh, een programma dat, dat draaide, dat veel bekeken, veel bekeken werkt. Hoe was dat voor u op dat moment? Uh, heeft, heeft dat veel betekend voor uw carrière op dat moment? Was dat positief, negatief? Of, of... Over mijn carrière was dat niet echt beïnvloedbaar. Uh, nee. het, was, het was gewoon leuk om te doen. Dat eerste jaar ja, dat die vraag kwam. En, en eigenlijk is dat dan hè, met Hans van Kasten eigenlijk erin gerold. Uh, eigenlijk zonder te veel, met de juiste afspraken, zeker. Bij mij had ik gezegd van ja, zie, ik, ik ben geen acteur, dus ik ga geen dingen en... twee keer doen. Uh, ik kan ja. niet. Allee, ja. Dus en, en om die afspraken zijn, zijn, zijn ze goed gehouden. Dus alleen ja, op een gegeven moment ging het dan één seizoen heel heel slecht. En dat was dan wel direct, ja, de keer zijn er met dat, ja, dat heel veel mensen dat gebruiken van, ja, hij ja, is meer daarmee bezig ja. dan dat terwijl dat, dat niet, want het was, ging niet alleen over mij, heel de ploeg werd eigenlijk in beeld gepakt, ja. en, en ik denk dat ze beiden Rumi waarschijnlijk evenveel zijn geweest als bij mij. Ja. Evenveel, nu denk ik maar. Maar, allee, het, 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 het ja. werd verdeeld, en, en het was niet alleen dat het over mijn persoon ging, ging nee. over het algemeen beeld, en, en allee, ik, ik vond dat wel leuk, en, en als ik nu nog mensen hoor, en ik, ik, ik draai nu veel mee ook in, de, in het wegplaton dat mm -hmm. ik in de zomer mannen... Dan hoor uh, de, vooral de, de jonge belgen dan ja ja wel eens een week dan moet terugkomen en hey, hebben we dan nog liggen <laughs> en we willen dat nog eens zien en dus dan is dat wel leuk want ze spreken er wel over en als ja, ze erover tuurlijk. spreken heeft het toch wel iets teweeggebracht tegen is dus. Bij mij exact hetzelfde mm -hmm. geweest. Hè? Dat is een van de eerste dingen dat ik zei, dat snap ik. Okay, het heeft wel bijgedragen, denk ik, tot de populariteit van de, van de sport. Hè? Mm -hmm. Want in de ene keer had je een camera meelopen in het zorg van, hè? en zoals Bart zei, er is nooit niks twee keer uh, gedaan geweest. Of, uh, het is puur gewoon ja. De pure realiteit. En, uh, en, en, en ja, het stond er in één keer op en het is nooit uh, in, in scène gezet of wat ja. dan ook. En dat heeft wel bijgedragen tot de populariteit van de cross. Ja, de uh, populariteit absolutely. van de cross. Heeft dat misschien ook gevolgen gehad, zo naar sponsoring en, en, en uh, oh, op financieel ja, vlak, voor de sport het in het algemeen? Ik denk het wel. Ja. En het werd, uh, ja, we dan een, een, een ploegmanager die daar ook wel uh, besef van, van, het moet hier groter zijn dan ervoor. Hè. Daarvoor ja. was het eigenlijk... Oh, als je het vergelijkt met nu, was de cross redelijk amateuristisch hè, in ja. de jaren 90 uh, En is het ineens veel professioneler geworden. Hans is dan gekomen met bijvoorbeeld van die mobile homes die allemaal uh, ge gerapt waren in, in een bepaalde kleur en zo. Dat was in één keer veel professioneler. En ja, die WSW heeft daar ook toe bijgedragen. Ja, ja, ja. ja. kan ik mij heel goed voorstellen. ik denk doen. ook dat toen echt de, de bezoekersaantallen, kijkersaantallen op tv. Die is allemaal enorm zee. gestegen. Hè. Ja, maar welk jaar was dat? Was dat... 2000. Uh, 2006, ja. denk ik. Drie seizoenen. Ja, drie seizoenen. Ja, drie seizoenen. Ja. Seizoen. Oh, ja. Ja. Ah, ja. ja, ik denk. Bart zijn eerste. Nee, zijn een tweede wereldtitel. Van Pontchâteau was het eerste seizoen. Ja, klopt hè? Zou kunnen. Ja, ja. Pontchâteau was er <laughs> zeker. Het is een en En dan. Het jaar daarna. Ja, heel, heel slecht, slecht seizoen. seizoen gehad en dan, en dan, uh, en dan hadden we... Ja, het derde dan... seizoen is er eigenlijk gekomen door het feit van door heel veel criticaties zijn van oh zie hij is slecht gereden omdat... Ja. We hebben gezegd van zie, we gaan er nog een derde seizoen aan aanbreiden aan om te tonen van zie, dat hij er eigenlijk niks met te maken heeft en dat te maken. was terug een normaal seizoen. Oké, niet meer wat er ooit ervoor was, maar ja. toch ja. uh, al terug terug op niveau, dus... Ja. Uh, Snap ik, want je hebt ook, je hebt ook wat pech gehad hè, na blessures mm -hmm. toe, hartproblemen. Uh, uh... Maar dat, dat was later, hè, vooral toen die periode was. Hey, ik weet nog uh, dat we in St. Moritz zaten, dat ik met, met, met een insectenbeet in mijn, mijn been, vliegerslucht naar huis moest komen. dat dat ja, Drie ja. keer zo dik was mijn been. Dus uh, dat daar ja, zo'n tas etter kwam, op een gegeven moment, gewoon door een insectenbeet ging op hoogte. Een tas zo. Het zal lekker water doen. Maar dat zijn ja. Ik ben, ik ben niet gespaard gebleven van... Nee. Allee, ik, heb, ik, ik, heb ook, ik ben ook rugpatiënt. dat is ook gekomen door de jaren dat het altijd maar afzien, afzien ja. was. Dus, maar ik heb uit mijn carrière gehad wat erin zit en, en ik, ik, allee, ik blik tevreden terug. Ik kan niet zeggen van ik zou het daar of daar anders gedaan hebben, zeker Geen niet. Geen spijt? Nee, zeker nee. niet. Dat is mooi, dat is mooi. Ja, jullie zijn allebei vandaag de dag nog heel actief betrokken bij, bij de sport, bij het hele gebeuren. Bart, jij zelf bent ploegbaas ja. van Intermarché um, Wanty. Was dat iets dat je altijd wist van... Als mijn carrière gedaan is, wil ik daar op die manier verder in, 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 in stappen? Of, of is dat iets dat gaandeweg op je pad is gekomen? Nee, dat is eigenlijk gaandeweg gekomen. De het moment dat ik stopte, had ik eigenlijk genoeg van de cross. En uh, ben ik ook gestopt en ik ben ook direct niet meer geweest. En ik dacht van, nee, ik ga ook niet meer mijn eigen engageren in een dingen. Maar dan was er een gegeven moment van, ja, ik moet toch nog iets doen. En ik denk dat ik dan, ik denk een dag of tien stage heb gelopen uh, bij Ridley, hè, het mm. fietsenmerk, om daar een beetje te zien van, van wat is dat? Maar ten eerste een dag al ging om ik denk om tien uur of kwart na tien een, een toeter daar in de fabriek en iedereen, hadden we nog niet zeggen Ik zeg, oh, ik heb niks bij ze. Zeg, nee, dat, en toen voelde ik al van ja, nee, ik ben niet zo tijdsgebonden als ja, sportman. Is er zoiets van ja, je gaat trainen, oké, okay, je moet trainen, maar je gaat trainen. Je, je bent een beetje nu een eigen baas. Yeah. En daar was dat zo heel afgemeten. Je moet dat uur daar zijn, dat uur uh, kun jij een boterham gaan eten, dat uur is het middag eten. En op die dagen had ik het wel gezien en op dat moment uh, belde Filip of mij en hij zei van, zie Bart, uh, we gaan een ploeg beginnen, we hebben, ik denk, mouw kapitein kapitein Gianni Vermeers, maar we hebben nog geen sponsor, wil jij mee erin stappen? En ik denk dat ik één dag heb nagedacht en direct ja gezegd heb. Dat we doen, uh, ja. Met geval van, oh ja, we zullen dat wel. En ja, dat heeft heel lang geduurd, ik denk tot een week of twee voor het seizoen begon dat wij een sponsor hadden gevonden. My. Maar dan zijn wij vertrokken geweest en ja, en, ja tot nu toe, allerlei. Heb ik stap voor stap, hè? dus nu in de zomer World Tour Team. In de, in de cross mag ik een beetje mijn eigen ding doen. Um, bij, 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 ja, on, onder, het, onder het World Tour Team. En, en dat is altijd wel heel leuk, doen ja. stap voor stap hoger. En, meer doen in de zomer is ook heel leuk. Ik had nooit gedacht dat ik ploegleider op de weg ging zijn. Ik heb vorig jaar toch, uh, toch redelijk wat gedaan, zoals Dauphiné, uh, Ronde van Catalonië, Ronde van Polen. En, ja, en dat, is, dat is super leuk. Dat is ja, een, een verruiming van. Dan weet je hoe klein dat de Cross eigenlijk nog ja, is. Dat, dat snap ik ook. Vooral daar. Ja, ja, dat snap ik. Oké, okay, tof. Ja, je hebt het allebei gezien. Renner op topniveau uh, en nu en, en ploegbaas. Waar ligt de meeste druk volgens u? Of waar, waar ervaarde jij het meest? Ah, het is allebei, als, als renner moet je hard trainen en je presteren. Allee, ik bedoel, mm -hmm. ay, je mocht dat draaien als je een keer dat okay, je wilt. Als jeugdrenner, oké, je mocht groeien. Maar op een gegeven moment komt er een moment dat je moet presteren. Ja. Dus hey, je moet er ook alles voor trainen. Allee, en nu zit ik in een positie van ik moet die jongens allee, zien dat ze het wel goed kunnen doen. Alles moet aanwezig zijn, alles moet goed geregeld zijn. En, en, ja, dat zijn twee andere dingen. Als coureur wordt er veel voor u gedaan. Buiten trainen ja. moeten zelf, maar de rest. Die een helm ligt daar, die een bril ligt daar, die camper staat klaar. Nu moet jij dat en doen. En nu moet, zit, zit ik in, in, in de dingen van. Zie, we regelen het allemaal voor die jongens. We zien dat er voldoende volk is, de juiste mensen rondom die jongens zitten. Dus uh, ja, superleuk. Ja, je zei het net, jij was een van de eerste mensen die voor je voor team een, een personal trainer had, had binnengehaald. Daar werd wat, wat raar over gekeken. En nu heeft iedereen. Ja, maar dat was in het begin allemaal zo. Hè. Ik, ik was een van de eersten met, met, met een trainer. Ik was een van de eersten in België met een hoogtekamer. Uh, en die moment werd er zo een beetje over. En als je dan nu allee, bijvoorbeeld allemaal niet hebt gegaan, niet op hoogte en je hebt geen trainer. En dan zijn je precies al niet met je vak bezig. Dus, ja. uh, het is allemaal wel veel professioneler geworden. Gelijk dat Erwin er straks al aangaf. Het veldrijden heeft wel sprongen gemaakt. Ja. Ik denk dat er nog wel bepaalde dingen nodig zijn uh, om, om nog op een professionele manier te kunnen omgaan. Maar dat moet stap voor stap gebeuren. Ja. En, uh, oh ja, het is goed gelijk dat het nu op deze moment is, denk ik. Ja, ja. veel evolutie in de sport. Erwin, jij bent er ook volop mee bezig. Hè? Jij werkt voor Golazo, als ik het goed voor heb. We hebben het er net voor de show al even over gehad. Je doet daar van alles. Uh, vooral, je waart in het begin vooral bezig met de parcours. Van, van de ja, dus ik ben in uh, 2010 gestopt als renner. En ja. ik ben direct na een één maandje uh, bij Golazzo begonnen. Omdat we toen ook redelijk wat mountainbiken hadden. Hè, in de aanloop naar de Spelen in 2012 in Londen. Hè. En Sven uh, ja. ging dan redelijk wat mountainbiken. Hadden wij in de zomer 7, 8 mountainbikes. In de winter een stuk of 10 crossen. Mm -hmm. uh, dus dat deed ik het eerste jaar vooral. Uh, maar, ja, dat was echt mijn pure focus uit. En dan in 2011 uh, hebben we bij de UC binnengestapt met een, met een project. Voor het, uh, het WK Masters eigenlijk te hervormen met een kwalificatieserie. Een beetje zoals uh, Ironman in de triatlon. En dan noemen we UCI Fondo World Series. Dus dat zijn grote massa wielertoeristen evenementen. waar renners zich kunnen kwalificeren voor het WK Grand okay. Fondo. wat eigenlijk het WK Masters is op de weg. Okay. Dus dat doe ik dus sinds 2011. En dat begon in het eerste jaar met uh, zeven kwalificatiewedstrijden. en een WK. Ondertussen zijn er het volgend jaar boven de dertig. en een WK. En dan in 2019 zijn we bij de, bij de debriefing van het seizoen. Um, ja, op het einde van het seizoen 2019 heb ik voorgesteld van hey, ik zie dat ook gravelwedstrijden stel aan beginnen ja, groeien. Beginnen ja, groeien ja. Ja, al, al een jaar of tien op dat moment heel groot in Amerika. Uh, en dan kwam stil dan ook overgewaaid naar Europa. Dus ze hebben voorgesteld voor hetzelfde kopie van kwalificatieserie met een WK uh, over te, uh, in Gravelwedstrijden te gaan organiseren. En dat is vrij snel eigenlijk een soort wereldbeker gewonnen, Want Gran Fondo is ja, voor de Masters en de Wielertoeristen. Dus dat ja. is nog niet echt voor uh, elite-renners. Maar gravel, als je dit jaar ziet, hè, Wout van Aertzen aan de start van het WK. Hij heeft ook een kwalificatiewedstrijd gewonnen. En dan noemt nu hè, UC Gravel World Series. Ja. Uh, Valverde heeft er twee gewonnen. Uh, Connor Swift heeft er eentje gewonnen. Marian Vos heeft er eentje gewonnen. Niki Terrestra heeft er één of twee gewonnen. Ja. Dus ja, het is, uh, het is echt een, het is een wereldbeker gravel ja. geworden. En dat zijn er volgend jaar ook, uh, we gaan nu richting 25 wedstrijden, dus laten we zeggen dat dat, die Grand Fondo en Gravel, en vooral Gravel is nu groot aan het worden. Stop. Dat, is, uh, ja, ik dat, dat ook. is toch 80% van mijn job geworden. Okay, en eigenlijk ja. is de cross, ben ik nog wel zijdelings bij betrokken, uh -huh. maar ja, ik heb er gewoon te weinig tijd voor. Oké. Okay. Ja. Dus wat ook ik daar nog, dat is echt het puur sporttechnische. Dus uh, de aanvragen en de technische gids. En de, zien dat de jury en de, en de, en de, de officiële instanties, de wielerbond en de UCI, ja, op de hoogte zijn en alle officiële formaliteiten ja. daar geregeld zijn. En, uh, okay. en start eigenlijk nog. Okay. En als er nog eens een parcours moet geüpdate worden, dan, dan zal ik maar daar ook wel uh, mee inlaten. Maar, maar voor de rest heb ik. Te tijd. Maar op zich, parcours, je gezegd, updaten, dat is heel uitzonderlijk gebeurt bijna Dat gebeurt dat is bijna, bijna niet. Meer. niet nee. Parcours evolueren door, doorheen de jaren dus weinig? Of, of, of zeg je dat bijna ook wel bijvoorbeeld? Niet. Maar... Ik ben wel van mening, je hebt bepaalde crossen, bijvoorbeeld Overijs, als je ziet doorheen de jaren, we hebben er zelf nu 20, 25 jaar dat we er komen en dat parcours is bijna elk jaar anders. Ja. Wat ik je ja, hebt daar heel veel mogelijkheden. En het zijn altijd fantastische parcours, maar ik vind het een beetje jammer dat ja, de klassieke, het klassieke parcours van helemaal beginjaar met de, de Notsberg erin en zo, dat dat een beetje weg is. Want dan om van een klassieker te spreken, moet ja. ik ook herkenbare punten ja, hebben. Ja. En dat is een beetje weg daar. Dus ik ben er niet. Ik, ik, ik ben geen voorstander van constant dingen te veranderen om te veranderen. Uh, ik wil ook bepaalde dingen ja, gewoon behouden. En dan, uh, ja, dan, dan, dan kunnen we van een klassieker spreken. Hè? Ja, het, het uh, EK-parcours in Pontchâteau, Bart, we hebben het net al gezegd, je hebt daar zelf nog gewonnen in 2004, als ik het mm. goed voor heb. In een hoe... kampioen geworden ja, voilà, <laughs> En hoe is dat, hoe... in hoeverre, is dat parcours nog hetzelfde of is dat veranderd? Ik krijg het ik zelf nou nou tot de, tot Alleen het gaan zelf. ze nu na de balken gaan ze niet meer naar beneden om dan de finish, nu blijven okay. ze de balken boven en rijden ze zo naar de finish. Heb ik gezien op uh, de plattegrond. Op het okay. Dus dat is eigenlijk het enige. Maar voor ja. de rest, volgens mij... De nou, materiaalpost is zelf. dan boven schuil dan? Nee, de materiaalpost vlak voor de balken nog eens een keer omhoog. Oké. Okay. Dus vroeger kwamen ze vanuit die laan naar de balken. Ja. Nu rijden ze vanuit die laan, eerste post, post, hem terug naar beneden en dan, dan naar de balken. de balken en dan boven, ja. oké okay, ja. Dus dat is eigenlijk de enigste verschil ja, met toen, toe, he? allebei heel veel gekost Ja, waarschijnlijk dus, Ik had uh, dat hij heeft gewonnen, was ik, was ik ook erbij. Heb ik tot ja. nog drie, vier voor, voor, de, voor, voor de voor de finish heb ik erbij gereden, maar ja, op een bepaald moment hebben de mannen de gast zo hard opengetrokken getrokken en ik dacht van ja ik moet mee zijn en ben er even over mijn toeren geweest en ja uiteindelijk dan eh, niet meer. was was voor mij een van mijn mindere WK's want ik was altijd wel in mm -hmm. de buurt van het podium ja. en daar was ik toen zesde dus eh, okay. ja. Dat zijn dingen, ik heb de indruk, jullie weten dat echt niet, jullie zien dat nog levendig voor oh, jullie. Zo, dat is, wel, ja. We spreken over 2004 nu, dat is 20 bijna twintig jaar, jaar geleden. Ja. Maar voor jullie is dat alsof dat dat gisteren was, of? Ik moet dikwijls dingen terugzien op YouTube, of uh, ja. dingen die ik opgenomen heb. Uh, want dikwijls zeggen oh, de mensen, ah oh, daar en daar. En, en nu omdat terug het EK daar is, heb ik al eens een keer teruggekeken van wat kan het zijn, om toch de coureurs die wij daar dan te zitten hebben, om toch een beetje te brieven van, zie je, het zou zo en zo kunnen zijn, maar ja, toen was het ook... Relatief droog, dat geregend ervoor was, wa, 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 wa. schuivende bochten gelijk in de start, in de eerste bocht. Maar nu ga ik blijkbaar heel, heel slecht weer zijn, dus sowieso ja. heb ik Pochateau nog nooit gekend, gelijk dat het nu waarschijnlijk er gaat bijliggen, liggen, maar ja, weer typisch gelijk een kampioenschap ja, Ze komen vrijdag daar, ligt om op zo, zaterdag gaat het anders zijn en Zondag ja. weer compleet iets anders. Precies dat je niet in de hand hebt natuurlijk. Nee, voilà, voilà. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Je zei het zelf al over, om even over Gravel, want ik vind dat wel een interessant gegeven: dat is iets dat nu enorm aan het opkomen is. De grote namen doen daarin mee. Dat is iets dat, ja, Je kunt er bijna niet omheen. Je zegt het zelf: 80% van mijn werk gaat, draait rond, rond Gravel en alle, ja, alle gravel wedstrijden Gravel en ja. ja, ja, ja. ja voilà, en al de dingen die dingen er, die erbij komen. Um, hoe, hoe komt dat? dat? Want ik heb de indruk dat het veldrijden iets moeilijker over de grens uh, geraakt of internationaal. Het is wel, het is internationaal, maar toch niet op het niveau van Gravel. Hoe komt dat dat dan uit het niets, daar is Gravel een hub dat is internationaal en dat is, dat is groot. Gravel, gravel is nu gegroeid de laatste jaren. Het, het, het WK wordt, allee, hebben ze ook een beetje uh, strategisch daar geplaatst, vlak na de normale datum van het WK op de weg, hè? Mm -hmm. dit jaar was dat zonderlijk uh, begin augustus, maar normaal gezien is dat 20, 25 september altijd, het WK op de weg. Okay. En dus het WK gravel, ja, begin oktober, volgend jaar uh, is het in België, want dan zijn wij zelf organisator, 5 en 6 oktober. Um, nu dat gaat, hey, want ik krijg ook heel vaak die vraag, gaat dat de cross Vervangen? Absoluut niet. Cross is en blijft een wintersport, blijft een kijksport, blijft ook een sport waar mensen naartoe komen om een pintje te drinken, met maten uh, in, in het veld gaan te gaan staan, in ja. slijk. En, uh, en, en het is absoluut geen of uh, Ik heb nog nooit iemand geweten, of ja, beperkt aantal mensen natuurlijk wel, maar oudere mensen die, die recreatief gaan cyclocrossen, nee, een toertocht doen wel, ja. maar ja, dan zit al meer richting gravel. Uh, en gravel is meer een doelsport, hè? dus ja. uh, je kan er mee starten, Allee, dat is denk ik het, het succes van die gravel. Ja, het feit ik. dat je als recreant, bij wijze van spreken, morgen een fiets koopt, ja. overmorgen je inschrijft en mee met Wout van Aert aan de start kan staan. Ja. Nee, dat is zo simpel, zo simpel is het ja, de wijze van spreken. Het ek bord dit jaar was gewoon met vrije inschrijving, 1700 vertrekkers. Nu Wout was er dan niet, maar Jasper Staaf wel, of uh, ja, heel veel, uh, ik weet niet wat jullie nee, ploeg, nee, hebben nee, er nee. niemand gereden, maar uh, ja, heel veel crossers waren mm -hmm. er ook. Uh, dus ja, je kan gewoon als recreant, zonder vergunning, kan je daar inschrijven. En dan rij je samen, en dat is een beetje het concept van gravel, ja, Het is een massa-evenement, een beetje zoals... Uh, de marathon, Allee, ik vergelijk ja. het toch. Vooraan heb je Keniaanen ja, en Ethiopiërs die twee uur en een paar minuten over je afstand lopen. En daar is het echt competitie. Uh, halverwege hebben mensen die hun tijd van vorig jaar willen verbeteren. of hun maat of hun ja. vriendin willen kloppen. En achter heb je gewoon mensen die als enige doel hebben hem uit te lopen. Uitlopen, ja. En dat is mijn greffe lokken. Ja. ja, want mijn volgende vraag is: is dat verantwoord? Maar als je het zo uitlegt, is dat eigenlijk. Ja. Niet ja, je logisch. kan dat heel competitief bezien, maar je kan het ook recreatief ja. bezien. Hè? Je hebt ook mensen die in de, in de bevoorrading tien minuten stoppen en rustig op het gemak een banaan opeten en wat drinken en dan verder rijden. Dus dan ja. is het puur recreatief. Ja, interessant. interessant. Ik heb, want er zijn heel wat competities in het, in het veldrijden: je hebt de, de X2O Badkamers-trofee, je hebt de, ja, de, de Super Prestiges, je hebt de Wereldbeker, Wereldbeker ja. je hebt nu het, het, het EK dat er, dat er dan nu dit weekend zit aan te komen. Mis ik nog iets? Ja, exact. Cross uh, zit bij ons ook. Dat dus, uh, is uh, een serie van zeven wedstrijden, maar er zit geen eindklassement aan. Uh, omdat het door de UC ook verboden wordt. Hè. Dus er zijn maar twee erkende ja. klassementen uh, in België buiten de Wereldbeker. Mm -hmm. um, dus nee, het, het, zit, het zit inderdaad wel ja, het is een hele drukke kalender. En, uh, en wat wij de laatste jaren zien, is dat het meer en meer opschuift naar allemaal. Iedereen wil in die kerstperiode zitten. Waarom? Omdat dan, ja, de cross op zijn piek zit. Mathieu, Wout, Pitcock is ja. er dan bij, uh, ook, ook ja, renners als, als uh, Stibar, uh, Merlier, allee, die, die komen dan vaak ook nog wel eens meedoen. Uh, en, en de cross de laatste jaren uh, start moeizamer. Hè? Vroeger bij ons was de eerste cross ook al heel veel volk en dat hmm. is nu de laatste jaren minder, maar op zijn piek is het nog altijd vol en bak. Ja. Uh, dus ja, het schaft een beetje op. Het is een compacter seizoen. Uh, met, met de piek echt uh, rond het nieuwjaar. Ja, ja want, want die wereldbekerwedstrijden, als ik het goed begrijp, is de insteek daarvan ook een beetje gekomen om internationaal wat meer, ja. wat meer visibiliteit te creëren en zo. Maar, maar dan krijg je de keerzijde van de medaille. In uw geval, Bart, jij bent niet mee geweest naar Amerika, Waterloo. Mm. Ja, dat is een, zoals dat je zelf zegt, dat is de reden dat je niet bent geweest. Kosten baten is het dan niet interessant. Mist die wereldbeker dan niet een beetje zijn. zijn ja. Doe ja, maar dat is niet goed. Amerika alleen, ook nog de wedstrijd die aan nu gaan komen. Hè. Mm -hmm. we, we zitten binnen, binnen drie weken Dublin, met een dag ervoor kortrijk. Uh, we, we, we zitten, de dag allee, voor, voor yeah. zitten we met Merckxplas. Kennen. We, we moeten wel zien dat we niet gaan overdrijven. Yeah. Uh, nu moeten coureurs moeten, uh, beslissingen nemen van daar ga ik wel en daar ga ik niet. En ik denk dat daar een beetje de, uh, ja, de cross, ja. Ik vind dat geen ge goede evolutie. Ja. Bedoel, het zal nooit een gemakkelijke puzzel zijn om te leggen van waar welke cross. Maar ja, ik zeg het: De moment dat, dat je voor een klassement, hè, gelijk, hè, ik denk dat Kortrijk X2O-trofees, ja, als je daar al voor getekend hebt, kunnen onmogelijk saanderdags in Dublin zijn. Of ja. je moet. Uh, team fietsen hebben, die eerste vijf die zijn al weg naar Dublin, waar je dan in Kortrijk snel de vlieger op, zoals ik denk, ik weet niet wie dat vorig jaar gedaan heeft. Dus ja, ja. dus Hopen dat je vlucht geen vertraging ja, heeft, hè, want ook. Dublin is de luchthaven waar dat een van de meeste vertragingen op zit. Um, ja, en dan hopen dat je daar goed geslapen hebt, dat alles mee zit, dat je als een wereldbeker, wat eigenlijk het hoogste in het veldrijden is, waar je dan op een amateuristische wijze gaat naartoe leven. Ja, dat is niet... Allee, dat vind ik Allee, Wij dat komen dat nog uit een tijd dat de Wereldbeker vijf, zes mannetjes waren. Hè? Ja. Ja. En nu, natuurlijk, ik ben ja, in deze niet echt een uh, neutrale partij. Want ik zit uh, ja, bij Gladsa en wij organiseren een x o trofee en, 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 en niet de Wereldbeker. Dus ja, mijn mening is misschien niet echt heel neutraal. Maar ik ben ervan overtuigd dat, dat ja, een Wereldbeker een beperktere Wereldbeker met een paar. Absoluut de ja. top crossen hè? eentje in Spanje, eentje in Italië, eentje in Frankrijk, eentje in België, eentje in Nederland. Mm -hmm. Dan denk ik dat op termijn niet slecht is voor de cross, want nu missen al die wereldbekers ook, doordat er zoveel zijn, een beetje de prestige. Hè? Ja. Terwijl vroeger dat was er dat. één keer per maand, of, of één keer om de drie weken, een wereldbeker. Boaf, en daar moest je, moest je er dan moest, staan en dat was zijn. toch wel, ja, dan, dan was de wereldbeker echt, ja, toch wel een stapje hoger dan ja. Superprecision en X2O trofee. Terwijl uh, het nu, ja, nu is mensen de kijken de gewoon... Uh, gewoon ja. Vroeger was echt eigenlijk, dat Erwin zegt, dat was prestige. Ja. In onze tijd was dat nog in de Nationale Trouwrijen. Ja. Oké, okay, dat zal nu niet meer gaan, maar het feit is van, krimpt dat terug een beetje in. Dat belangrijke crossen en dan mogen die punten hoger en nu wil iedereen ook rijden. Er zijn ook veel punten die dat er te verdienen zijn. Ze willen per se rijden en als ze dan vandaag niet, als volgende week toch terug opnieuw. Ja. En dat is zo'n beetje, nee, het is te veel van het goede. Ja. En, uh, en, dus, en, dus, en van dus, mij mag het in Dublin zijn. Ja, ja, en van mij ma, mag het in Trois zijn en, en in Benidorm. Maar, Geweldig, maar niet elke week. Hè. Nee. Wij, wij, on, ons jongens, we hebben dan een mechanieker en een verzorger die daar vast in dienst zijn bij ons. Na nou, Trois. Zijn die vier weken op de banen, Dus ja. die rijden van rechtstreeks naar Dublin, van Dublin terug naar Flamanville. En van Flamanville naar val di sole ja. Want die zijn met een truck. Dus ja, die, het is niet van te zeggen, ah, ik krijg snel over in het huis. Dat gaat niet. Nee. Dus die zijn vier weken van huis weg. En oké, okay, voor, voor ons kleine crosswereldje is vier weken veel. Ik weet, in het wegseizoen zijn die ja, wegkruisende en dingen maar. zijn soms. Meer dan ja. een maand, hè, ja, meer wel, dan vier weken. Maar de cross blijft de. de cross. Ja, wel, ja. En we moeten die, die, die... Een ja, cross is ja. toch wel wat complexer qua ja. materiaal en qua dingen. Je zit ook in de winter, het ja. in de zomer is het een beetje meer vakantiegevoel. Terwijl in de winter, ja, overal op de baan is het toch wel wat anders. Hè. Ja. En vooral ja, heel veel materiaal bij. Ja, dus die wereldbeker, het beste wat ja. ze kunnen doen... Dat ja. is mijn persoonlijke mening, maar het is dan eerder neutraal erin. Ik denk dat er heel veel mensen voorstander zijn van die gewoon terug te reduceren tot vijf, tot ja. zes, maximum, of zeven of acht manches, ja. maar, uh, maar meer gespreid en, en dan overleven en dan, is er een en dan, dan zijn er alle andere klassementen ook nog belangrijk. Nu ja, nu, nu skippen er al heel veel, ik zie dat bij ons ook, hè. bij ons, het, uh, ik denk Gerben vooral, rijdt dan wel zoetprestige. nee X2O, maar in het ja zie je, we zitten met Kortrijk, ja. Vooral daar, hè, um, daar moeten we een beetje naar zien. Die jongens, ja, veel is ook nog op eigen kosten, al die dingen. Dus. Allee, ja, en, en, en als je cross moet je crossen om gas te geven, en niet ja. te zeggen van, oh ja, ik, ik cross, want ik heb een contract voor volledige ja. dingen en morgen is dat en Nee, crossen is crossen, dat is veel ja. gas. En, maar ja, dat zijn dingen, ja. Dat is vroeger ja. en dat lukt nu niet, zoals dat nu die planning is opgesteld. Er er heel veel verre verplaatsingen bij komen. Hè. We ja. hadden dat vroeger ook wel eens, maar heel, nou, maar heel weinig. Hè. Ons, ons grootste uh, ding was van Tabor, van Tabor of... naar Sint Michiels Gestel. Ja. Dat was eigenlijk de eerste heel grote verplaatsing. Daardoor konden wij ook, ja, we 40, 45 crossen per jaar. Als je ja. dat nu zegt, ze verklaren je gek. nu gaan ze er 30 rijden en dan hebben ze eigenlijk al veel gedaan. Maar het is omdat ze heel veel moeten reizen, heel veel ja. onderweg zijn. Het is zo specifiek geworden. Het niveau is heel hoog gekomen. Dus iedereen doet nog trainingskampen tussenin plaatsen. Het durft al eens een wedstrijd skippen. Dus uh, ja, uh, het nee. is niet meer in onze tijd. Nee. Tijden veranderen. Ja. tijden veranderen. Ja, ja, ja. Nu, um, ik heb gehoord: het is een wintersport. Ik heb opgevangen, maar ik weet niet of dat een fabeltjes is of niet, dat er sprake is om, om daar een officiële Olympische sport van te maken. Of dat daar sprake van is. Is dat. Not. Ik hoor dat verhaal al, al 30, 40 veertig jaar. Ah, okay. <laughs> uh, ja, er zijn bepaalde criteria. Hè. Uh, moet moet. Allez, als je dan in de, op de winter speelt, moet het echt specifiek op ijs of sneeuw. Wanneer. niet. Ja, een van de nee. eigenheden is van het kan natuurlijk wel. Valdisol is zo'n voorbeeld. Ja. Uh, we hebben ook uh, genoeg WK's gereden op de sneeuw. Uh, 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 Tabor ooit. Uh, nee, uh, uh, Popper had ooit. Poprad. Uh, po ja, Tabor ook wel eens ooit. Uh, mm -hmm. Waar nog? Kan, ja, zijn te wendelen, ja, en, dat en ook je moet in ook in. voor de Olympische Spelen moet ook zoveel van elk ja, continent. Ja, zoveel nationaliteiten, hè, Het is niet van zo, nationaliteiten, ja. maar elk continent moet er uh, uh, renners ja. zijn. En, maar ik denk niet ja. dat we daarover te spreken Ik denk ja, laten we ons eerst terug hier. Hè, als je naar Frankrijk gaat, dan is het al met de Coupe du France al mooi. Uh, maar, maar Zwitserland, ik ben drie, vier weken geleden daar geweest. Mooie crossen, veel jeugd, maar. Niet het Zwitserland toen wij daar reden, nee. uh, dat zou soms nog eens een boost moeten krijgen nee, ja. gewoon. Uh, en, en we moeten blij zijn dat het nog altijd die kleine sport is, maar daar moeten we content mee zijn. En laat ons daar vooral aan werken en laat ons daar vooral ja, houden. Zo, dat het niet, en niet, uh, niet olympisch gaan denken, want allee, uh, ja. daar, daar gaan we niet geraken. Nee, Eigenlijk dat is niet realistisch. Winterspelen moet sneeuwen, en ijs en, ja. en de zomer, ja, dat lukt ook al niet, want dat is een heel andere tijdspanne, dus. Ja. dat dus zou like dat nu is, perfect. Ja, oké, okay, dat snap ik, <laughs> dat snap ik. Uh, nu, even misschien, we hebben het over de verschillende competities gehad, hè. we zijn helemaal mee, we hebben dit weekend het, het EK. Dan is het niet meer het teambelang, of minder het teambelang, maar, maar het ja, landbelang. Je speelt, je speelt voor het land, niet voor het team. Je, je knikt al, dat wou ik vragen. Is dat, speelt het team daar, daar, daar wel nog in mee? Ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Het is een selectie. Hè. Er zijn verschillende rijders van verschillende teams die in één team worden gestoken. Dan, Op die manier. In hoeverre ben jij dan als ploegbaas nog, nog betrokken? Want Gerben rijdt mee. Ja, we, gaan, we, gaan, we moeten gewoon zien, hey, ik denk dat het in het verleden ook al zo is geweest, van als ja, je rijdt in dat truitje van België, um, ten eerste ga je eerst en vooral voor jezelf mm -hmm. um, en dan ga je bekijken, kan ik nuttig zijn voor een landgenoot? Zo ja, dan heb je perfect je job gedaan. Maar ik denk, als je per ongeluk nog een teamgenoot daar zitten hebt en die kan de koers winnen, is het toch nog net iets belangrijker, denk ik, want die betaalt u wel een heel jaar. Yeah. Dus ik denk dat dat toch wel. Allez, dat speelt mee. Natuurlijk, in de cross is dat natuurlijk veel minder dan op de weg. Mm -hmm. uh, maar het feit is van, ja, als, als volgende week Gerbe Kuipers naar het EK gaat. en na twee rondes heb ik het gevoel dat je kan winnen. dan gaat hem dat ook geweten hebben. Ja. Uh, dan ga je zijn eigen niet moeten wegcijferen en niet moeten doen. Terwijl er nu hè, Thibaut um, en Elie de, de twee kopmannen zullen ja. zijn waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat je, dat je nu al mag zeggen van. Uh, ja, Er moet voor gereden worden. En ik denk dat dat nog altijd eerlijk is aan cross, wat Erwin de Strek al zei. Meestal wint toch de beste. Ja. He, en de cross kunnen niet echt. kan er misschien, misschien, ik is dat, misschien vijf in heel mijn carrière opnoemen. Dat, dat je echt heel tactisch hebt moeten rijden. en, en dat de beste niet gewonnen heeft. Oké, okay, pech hoort er altijd wel eens bij. Maar, ja. maar dat gaan we in Ponchat ook niet zien. Ik denk dat we na, na twee, drie rondes al weten van wie dat uh, titelkandidaten zijn. Ja, ja oké. Okay. Interessant. Um, Laten we het even concreter over dat DK hebben. Misschien beginnen we bij, bij de vrouwen, want ondertussen is Fem van Empel is daar ja, heer en meester, ja. die, 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 die pakt alles voorlopig. Is zij dan de filootverfde de, de, winnaar? Ik denk het wel. Hè. Ja. Ik denk, uh, wie Fem van Empel klopt, wordt kampioen. Hè. Uh, als ze al te kloppen is. Ze, ja. ze rijdt gewoon weg, waar wanneer ze wil. Hè. Nu, de voornaamste concurrenten zijn op, op dit moment ook even ja, weg. Puk Pietersen, Shirin van Aanrooy, die zijn even. Kort ja, een korte break hè, na een heel druk wegseizoen. Uh, Lucinda de Brand is dan nog geblesseerd, dus ik denk mm -hmm. niet dat hij al zal starten. Nee, ah, in, nee in ieder geval. de Koppenberg ook niet. Uh, dus ja, dan kom je daarachter. Uh, oh, moet ik al, al, al aanvallen. Céline is Maar dan ja. moet alles uh, meezitten. En als je Femzi rijdt, ook afgelopen weekend weer, zo heel gemakkelijk. gemakkelijk. Ja. Ik denk dat ze gaat doorrijden, dat ze met dubbel zoveel tijd wint. En nu wint ze al met twee minuten voor. Dus okay, ja. het, is, het gaat allemaal precies vanzelf. Ze maakt nog wel heel veel fouten, maar dat compenseert ze gewoon door heel sterk en heel snel te rijden. Ja. Maar ah ja, dat, is, dat is misschien haar één ding. Enige tegenstander op, op, op het EK. Stress zal ik niet zeggen, want ja, ze is wereldkampioen, dus ze zal wel weten dat ze een kampioenschap moet ja. rijden. Maar door fouten te maken, ga je misschien wel, wel valpartijen creëren waar je stukken kunt hebben. En dan kan dat wel een koers bepalen. Ja. Maar dan, dan zijn we wel heel ver aan het doen denken, natuurlijk. Uh, als als ja. er ene grote favoriet is, moet je is. van alle scenario's om het spannend te houden ervoor, <laughs> hè, maar Het kan ook al Jen en al nogal geweten zijn. Dus ja. Ja right, ja, we, we hebben, is, is uh, derde geworden in Ruder dit weekend. Dat was verrassend. Uh, in hoeverre denkt u dat dat, dat dat gaat meespelen op, op het EK? Of zit zij bij de selectie? Ik heb nu niet. Ja. Ik ik heb nu niet vrouwen, van buiten. Ze ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus zit bij de selectie. Kan dat nog iets zijn? Kan die dan, als die nu een goede vorm heeft vorig weekend? Ja, vertrouwen? Ruddervoor is een ander parcours. Ribberol is het ook zo. Uh, ja. Op een ene moment is die heel goed, op een andere moment... Okay. Maar dan zie je zo, ja, een boker eigenlijk een ja. beetje en, en ook, ja, soms niet nadenken en dikwijls ook vallen, maar ja, ook heel sterk. Maar ik denk niet voor... voor een podium zelfs nog niet, denk ik dan. Nee. gaat alles al moeten meezitten. Ik denk dat we heel veel Nederlandse meiden hebben. Die zat er gaan vooral Alvarado, dan van Dempel, dan hebben we een heel goede Annick van Alfa afgelopen weekend, Inge van der Rijden, die is ook goed bezig was, uh, dus ja, ja. We, hebben er, we hebben er echt heel veel. Uh, dus bij de vrouwen is het heel, heel veel Nederlanders Ja. een paar jaar Ja, daar is dat echt, de, de, bij ons is het nog iets meer de, de, de Belgen, er zijn een paar Nederlanders die, die ook wel aan, aan, aan je aan het drijven zijn nu zo, maar, maar hoe komt dat dat verschil zo groot is, is dat niet te verklaren? Ja, hoe komt zoiets? Uh, ff, ik, ik, ik denk, uh, Nederland heeft al heel lang een sportcultuur voor vrouwen. En zeker in het veldrijden, zo 20, 30 jaar geleden bijvoorbeeld, was dat absoluut ja. Ja, geen vrouwensport. Hè. We hebben dat zo een beetje bekeken. Als, uh, een, uh, man, er waren weinig vrouwen in België die dat deden en in Nederland al heel veel ja. jaren wel. Hè. We zijn allebei opgegroeid in, in zo van die jeugdbondjes waar je kon gaan rijden en daar waren toen ook heel veel vrouwen die mee regen. Terwijl in België heeft dat wat langer geduurd. De laatste jaren wel. Ik denk ook een deel toeval. Hè. We hebben Kant gehad die absoluut topjaren heeft gehad, maar de laatste jaren net iets minder is. Uh, ik zal niet zeggen dat die veel minder is, maar er ja, is dus, dus gewoon een hele nieuwe uh, ja. batterij van het sterke Nederlanders bijgekomen. En in België is dat niet echt, ja, zijn er niet echt uh, nieuwe talenten opgestaan. Dus, nee. Uh, nee, makes sense. Ja. Yeah. Oké, okay. nu bij de mannen uh, is het minder duidelijk, denk ik. Uh, ik denk niet dat jullie uh, met dezelfde overtuiging een naam gaan kunnen zeggen als, als bij de vrouwen. Ja, ja. Okay. Wat, wat moeten we daar, of, of wie kan daar voor verrassingen zorgen? Wat verwachten jullie van het komende EK? Oh, um... Dat is een ruime vraag, hè, maar het is bewust, <laughs> ja? bewust, bewust om even te zien. Ja, um, ik heb zo'n al wat, wat gekeken en als alles een beetje meezit, kan, kan uh, Nieuwenhuis misschien wel voor de verrassing zorgen is dus op een heel Zeker goed niveau parcours, bezig. Hè? Ik dacht in Maasmechelen, hij gaat voor, dat, voor die derde podiumplek en verliest in een de een, laatste halve ronde nog denk, vijf plekken. Het is niet in beeld geweest of dat hij nu iets, iets meegemaakt heeft, ja of nee. Zweek dus die ook wel heel snel reed. Uh, maar het gaat niet droog zijn, het gaat, het gaat echt een lastige cross zijn volgens ja. mij. Uh, dus van tactiek geen sprake. Um, dat kan iemand van, van de renners zijn. Uh, ik hoor bij ons ook Herbert Kuipers. Hij heeft het ook heel liever ja. dat het veel modder is. Dat, uh, ja, okay. We zeggen echt dat uh, ja, dat is ook zo'n beuker. Niet nadenken, gewoon gas geven. Er zijn mensen uh, die dat echt plezanter uh, vinden uh, om, uh, ja. om, om in die omstandigheden. Dus, uh, maar ja, je moet natuurlijk ook recht blijven. Ponchatooi is zoiets als het gaat regenen. Het zijn heel veel korte bochtjes. Het kan, kan korte afdalingen, maar wel snelle afdalingen. Ja. Dus je moet wel zien de trapjes van achter die ja, aan kunnen liggen wanneer dat regent. Dus. Gaan maar... ja, veel gebeuren, ja. Ja, ja ik, ik, ik denk eerder dat het uh, ja, de traditionele namen dan gaan zijn. Uh, Iserbit is Iserbiet goed er bezig, Plaats ja. van Raar is goed bezig. Thibaut uh, heeft een hele goede maand oktober gehad. Is natuurlijk nog heel jong. En, en de verwachting is dat hij. Ja, hij gaat dan niet zijn heel seizoen kunnen aanhouden op die leeftijd. Ah, dat zou heel onverwacht zijn. Hè? Ah, ik denk niet dat wij dat verwachten. Dat hij, ja. en, en hij zelf ook niet. als fan gaat dat ook niet verwachten. Dat hij dit niveau kan aanhouden tot. tot uh, tot de laatste cross lijkt me weinig waarschijnlijk. Maar ja, hij gaat nog tussendoor uh, absolute topcrossen hebben, maar hij gaat ja, ook wel eens een, een minder cross hebben. Dus uh, ja, ff, 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 ik denk tussen die renners vooral. Hè, uh, Eli, Lars Lars is ook zo typisch, iemand die Koppenberg EK altijd op zijn ja, piek ja. zit, uh, is meestal heeft een cross of 2-3 nodig om, om, om zijn beste niveau te bereiken. Uh, maar ik vind dat te ook, die namen zijn sowieso maar als ja. je dan, want, hè, een verrassing. Ja, wat, ja een wat, wat verrassing. Ma, wat doet Michael van Toeren ja. opgegeven, ja. heel slecht, ziek geweest in Amerika. Dat wou ik, dat wou ik dat nog zijn vragen. ook zoveel dingen. Van, uh... Gaan we dat dan als een verrassing zien of niet? Dat is ook ja. zoiets van... Ja, het zou een ja, verrassing ja, zijn als hij één als keer wel zou winnen, want niemand verwacht het, omdat hij op zich niet zo goed was, maar natuurlijk is hij wel als een stand verplicht om daar goed te zijn. Ja. Als uitredend Europees kampioen, maar natuurlijk. Ja. Kan altijd, het, is, het is nog altijd een kampioenschap. Er zijn, er zijn een, een stuk of vijf kandidaten ja. en het ligt heel kort tegen elkaar. Het is ook de vorm van een dag. Uh, qua parcours zou ik zeggen: ja, pff, kunnen ze dat allemaal uh, een beetje? Uh, Edi kan dat zeker, uh, Michael kan dat, uh, Lars van der Haar kan dat parcours. Die boom moet dat ook perfect aankunnen. Het is niet echt een klimkoers, hè? het is zo meer lanceren. En, uh, uh, het, is, het is absoluut geen koppenberg, Pontchâteau. Nee, uh, nee, nee. ja. Maar ja, wel een zware koers. Hè? Het is, het, is geen, nee. het, is, het is een beetje tussen Koppenberg en Ruddervoorde tussenin zo. Het is, ja. het is, ja, het is en wel wat hoger misschien. En de coureurs maken, Het gaat lastig hè? Ik weet nog dat wanneer Toon dat Aert, Europees kampioen wordt daar. Ja, ik kon wel van Aert het licht niet in de ogen laten zien van, van, van Mathieu. Ja, Toon rijdt weg en ik nou, denk voor al die in die groep zaten, een gemakkelijke cross. Maar toen was het ook droog, het was snel. Ja, heel andere omstandigheden hè, ja. dat, dat, ga, dat zijn heel andere omstandigheden, dus nu ga ik het echt hard zijn van, van ronde ja. één volgens mij. Ja, want ik hoor jullie zeggen, weersomstandigheden, dat, dat speelt natuurlijk een grote rol, maar dit weekend wordt het wel echt heftig hè? ik hoorde jullie daarnet zeggen, windstoten van 100 km per ja, uur? Ja, dus uh, eerst was al gezegd, want uh, ik had ook al twee, drie weken geleden, en toen uh, voorspelden ze prachtig weer, en uh, tot ik denk drie, vier dagen terug, dat we zijn gaan, uh, gaan bekijken en in de ene keer uh, heel veel regen, heel de week regen, en op zondag uh, gaat het min of meer droog zijn, maar windstoten tot 100 km per uur. Ik bedoel, dat is, en, ja, het gaat toch wel heftig zijn. Ze zitten voor een groot deel wel beneden. Maar gelijk de finish en zo, en is eigenlijk een groot open veld. Dus ja, het is te dus zien uh, natuurlijk uh, yeah. van waar dat de wind net kon. Dat wel uh, ja, een grote invloed kan zijn. Ook, ook, ja, niet alleen voor renners, ook voor het publiek misschien. Als het, als het effectief uh, yeah. uh, is, zo, zo hard gaat zijn. Dus, uh, yeah. ja, en ook qua kosttactiek: als ja. je daar uh, de laatste klim richting de finish. als daar wind op kop is of wind af. Het gaat heel, ja, ja, he? heel veel verschil maken. Uh, in, in de tactiek van de koers. Als je nog in 2016 Ton zag, uh, Europees kampioen, wat toen een grote verrassing was. Uh, maar toen was het een heel tactische koers. Dus nu ja, het, de wind kan heel veel verschil maken. Ja, ja dat lijkt mij heel heftig, want ik hoorde juist ook zeggen. Er zijn, er zijn mensen die uh, daar beter in rijden. Of die dat al liever, liever hebben. hebben ik bedoel, ja, ik ja, je hebt altijd mensen, en ik weet nog ja, dat in een tijd dat de tijd uh, dat de Vlaming Bondscoach was en we waren op stage, was het eerst wat ze zei van zie, de moment dat we met een bom bij hen zijn en, ge, en ik, had, ik was zo iemand en het regende buiten. Oh, dat was voor mij, je mocht dat niet laat laten blijken, je mocht die mannen hun moed niet in hun schoenen laten zinken. Maar dat is effectief zo. Bij ons hebben wij, Gerben Kuipers is net dezelfde, het regent en. Ook zelfs op training, wat ik dan raar vind maar wat. Uh, ja die heeft dat gewoon veel, veel liever ja. uh, dan dat warm weer, ja, dat is ja... Het is voor iedereen verschillend, ja. en dan komt er ook nog eens bij, is het, is het koud en nat, is het droog ja. en, uh, en koud, dus... Je moet er ook goed tekenen, Ik weet dat Izzerbit ja, ja, een keer kon, in namen. Ik, ik kon er ook ja, niet tegen ook, als, als het nat en koud was, zo rond de 3, 4, 5 graden en, en, en regen, ja dat was voor mij de hel. Maar Izzerbit heeft ook in namen een keer ja. ook moeten geven, hè? ook 3, 4, 5 graden en regen, dat is niet voor iedereen weggelegd. Heb is ooit uh, ergens gestopt voor een vest aan te pakken ja, en dan toch... Ja, uh, hoogleden uh, vest, en dan vest gepakt, uh, Tabor 2K afgestapt na 3, 4 ronden onderkoeld. Dus My. ik was er wel wel heel onderhevig aan. Ik stond ook altijd vrij scherp. En, en ja, ik, dat was iets dat ik niet tegen kon. Gewoon kou, geen probleem. Dat kon er genoeg. Maar vanaf dat ik nat werd. Nee. was een barter niet meer. <laughs> <laughs> Oké, okay. goed. Iserbeet ja, won in Voorde. En hij heeft daarna gezegd: volgens mij is Nijs de favoriet. Is dat iets dat hij meent of is dat iets om zo wat druk te leggen bij. Dat is Mario de Klerk vind ik dan een beetje yeah. maar dat is toch logisch als hij Amerika wint en, en, en yeah. je wint hè, de week later en dan in Beringen winnen, dan ja, is dat overijs als, ja. als hem daar niet, niet, niet valt. Volgens dus mij wint hij nummer, er ook altijd ja. als je ziet van waar hij daar komt, yeah. hoe snel hij daar reed, dan is dat logisch dat je kunt zeggen hij is favoriet. Ja. Ik bedoel, dan moet, moet Thibault dat ook niet uit de weg gaan, want het is effectief zo, hij is echt goed. Dus op zich zegt er dan niks mee. Dus, uh... nee. en, maar, je, je zegt zelf, hij, hij is favoriet, maar ik hoorde daarnet ook zeggen: hij is jong, die consistentie, gaat er nee. misschien, hij gaat dat niveau en, niet aanhouden. En nu afgelopen weekend ja, was hij niet een Thibault van, van nee. de Crossen van uh, Amerika en, nee. en, en, en Overijs. Hè? Dus, ja, daarmee dat we zeggen, hè, op je twintigste, we hebben dat zelf ook meegemaakt, je hebt van die absolute topcrossen, je in één keer tussen de absolute, ja, ja de, de oude wereldtoppers van dat moment mee reik, En dan de volgende cross dat je denkt van, nu is het mijn een nacht, dan zijn ze ineens nergens, dat hebben we ja. allebei ook meegemaakt. Hè. Ja, o hoe komt dat? dat? Dat zo... Ik denk dat dat een beetje de leeftijd is. Ja. Leeftijd maar, ook, en, en ik denk dat bij, bij, bij Thibaud dat nog gaan meevallen. Heeft Denk 40 koersen, worldtourniveau gereden in de zomer. Dus we weten wel wat. Maar doordat die aan het een drukke zomer is geweest, denk ik dat nu zijn EK zijn laatste cross gaat zijn, waar hij echt top-top gaat zijn. Om daarna, je ziet dat bij Fijn van Empel bijvoorbeeld ook gaat, ook het EK de laatste cross zijn, om daarna een beetje gas terug is, te nemen. Ja. En ik denk dat bij die volgens mij een beetje hetzelfde gaat zijn. Want een heel jaar op dit niveau waar hij nu op rijt. Dat dat kunnen niet. Dat ja. is echt een heel hoog niveau. Zeker na, die, na, na dat zomerseizoen. Ja. Dus hè, we moeten alles een beetje Ook bekijken. Niet, ja. Het is niet alleen deze winter. Hè. Dus, uh, hij, hij, hij zit daar bij, bij de World Tour Team. Waar, uh, ik heb hem gezien in, bijvoorbeeld in de Ronde van Romandie. En ik denk van wat komt hem hier doen? En hij reed al direct uh, top 40 in de tijdrit. Dus, dus ja. die coureur dat vond ik al wel uh, chapeau. En hij ja. reed daar eigenlijk gemakkelijk mee. Hè. Daarna deed hij nog dingen in de massasprint. Hè. De koers die ja, hij toen wint. Toch een speciaal als hij dat uh, verder trekt in dat de cross. Is, ja. En dat deed hem dan eigenlijk ook. Hè? Door te winnen in Waterloo, Beringen. Allee, ja. En op een manier van. Ja, of ja. Laat hem... De cross heeft hem nodig. Ik, vind, hey, ik vind, vind gelijk wat de mensen nu zeggen, of de pers zegt. We hebben deze een beetje nodig om de cross. een beetje schoen te geven. En, en allee, laat hem zo doen, laat hem zijn keuzes maken. En dan weet de rest ook van: oké, okay, we moeten blijven trainen. Want uh, het is een jonge snaagje dat ons de volgende jaren nog wel het vuur ja, aan ja, ja, de naam Nijs zegt natuurlijk heel veel, is dat in zijn geval een voordeel of kan dat ook een nadeel zijn? Want dat lijkt mij ook niet Ik denk niet dat hij daar ondertussen wel mee is opgegroeid hè? Die ja. ball, We hebben het allemaal meegemaakt als hij als kleine snotter uh, met zijn BMX, ja nee, met een crossfitje was cross dat ja. uh, Op de koers uh, aan het rondrijden was en de ja. cross was gedaan en dan zat hij op parcours hè, waar, waar wij er vlak voor hebben gereden. Dus uh, Hij is altijd opgegroeid met heel veel media aandacht, de cameraploeg uh, mee in het zog, dus ik denk dat hij daar wel mee kan omgaan. Ja. Uh, Sven had daar de eerste jaren moeilijker mee. Hè? Ik denk de Nijs, die wij gekend hebben, die eerste jaren, we weten ook nog, hè? zo die jaren, uh, uh, ja, Bonchâteau en zo. Bonchâteau, toen toen, toen ja, was Monopoly. hij ook bij, bij de favorieten en, en of ja, met, <laughs> samen met u de, de topfavoriet. En is hem heel vaak op een kampioenschap onderdoor gegaan, terwijl hij de laatste jaren van zijn carrière, vind ik, zijn beste WK's heeft gereden. Ja, heel vaak tweede, derde. Hè. Ook nog uh, heeft hij gewonnen, uh, Louisville heeft hem gewonnen. Uh, maar ja, absolute topdagen heeft gekend. Terwijl ja. hij misschien fysiek net over zijn top was, hè, al 5, 6, 37 jaar op dat moment. Ja. Uh, en dat heeft Thibault natuurlijk van heel jongs af aan meegekregen dat hij ja, met die druk is opgegroeid. Ja, ja, dat snap ik. Heeft hij de kwaliteiten om beter te worden dan zijn vader? Of is dat een palmarès? Alleen denk ik wel. Ja. Kende, hè, Sven heeft het geprobeerd op de weg met Roubaix. Wat op zich, nu dat ik zelf meer in dat wegseizoen, in, die, in dat wegplaton zit, niks speciaal was. En als je dan ziet wat Thibault nu al doet op worldtourniveau. Ik denk ja. dat Sven nooit gekund heeft. Ja. Eh, waarschijnlijk ook nooit echt die kans heeft gekregen. Alleen omdat om toen hij, toen, uh, hij Roubaix kon rijden. Maar ik denk dat, dat Thibault als algemene coureur. Uh, wel, wel meer ga kunnen zeggen, maar als crosser, dat is toch een heel palmares denk ik dat Sven mee in heeft gepietst. Om hetgeen wat uh, uh, Sven moeilijk. ooit heeft gewonnen, Want, even, ja, 150 of 160 ja. klassements crossen gewonnen. Ja. 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 <laughs> <Allee. laughs> dat uh, zullen <laughs> nog heel lang records ja. blijven. Hè? Uh, ja. Dan had Wout en Mathieu een heel seizoen, moet, of een heel carrière vol moeten zijn om daar maar van te dromen van in de buurt te komen. Dus ja, Sonman ja. in zijn goede jaren 30 crossen. Ja. Um, of dat hem dat gaat bereiken, Thibault. Maar misschien is dat ook de ambitie niet, hè? Uh, wil hij dus dat... meer naar de weg gaan? Maar hij is, is in ieder geval heel goed bezig. Ja, We zijn benieuwd wat dat nog gaat brengen. Nog één ding dat ik wou vragen. Um, ja, een naam als Nijs, we hebben het al gezegd, mediaaandacht is altijd superbelangrijk voor de populariteit van de Cross. Maar ja, zeker nu zonder van Aert, van der Poel, dan, dan komt zo'n naam, het, het feit dat Nijs aan meerheid in het EK, dat is toch super voordelig voor, voor, uh, voor het hele gebeuren van dat EK. Die grote namen heb je nodig voor de populariteit. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, het is zeker een welkome naam en uh, ja, de, de fanbase van Sven van vroeger, hè, die ja. een deel is daarvan afgehaakt als, als Sven is gestopt en, en ja, ik denk dat daar toch ook wel een deel nu terug mee aankomt met, uh, met die bo. dus dat is, uh, ja, ik zit dan nu aan de organisatorenkant, dus uh, dat is zeker heel welkom. Ja, ja, dat snap ik ja we hebben het daar net al gezegd eh, media aandacht is een ding het feit dat nijs meerheid in het ek is goed voor, voor de visibiliteit van de sport want ja, zeker met grote namen dat we missen van der poel van aert is er zicht op wanneer dat die mannen zullen terugkomen of oh, ja wij horen maar dat is, er is nog geen definitief programma uh, bekend gemaakt hebben ze zelf nog niet gecommuniceerd en uh uh, maar we zijn er natuurlijk wel mee in contact, want ja, uit, uiteraard hebben we ze heel graag bij onze crossen. Dus ze rijden allebei de, de, de grotendeels de volledige kerstperiode. Of toch de meeste van die crossen. Uh, en, en Wout. Ja, vermoed ik dat gaat beginnen in, in de periode dat hij vorig jaar ook is begonnen. Hè. Toen was het Antwerpen, dus dat weekend uh, antwerpen Antwerpenboom. Of hopen wij een beetje korrek de week ervoor. Hè, omdat ja. daar ook uh, Kaps en, zijn een en zijn persoonlijke sponsors in de cross. Uh, ja, de titelsponsor is bij ons. Uh, dus ja, daar ergens eind november, begin december. Uh, Mathieu zou een beetje later beginnen, dus uh, ja, dat is ook nog te bekijken. Maar het weekend van Herentals, hè, wat mijn thuiskroost dan is, uh, zou wel leuk zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Dus uh, okay. uh, dag, daags na Herentals is de wereldbeker in NAME, zou wel kunnen. Ja. Uh, dat is Op, ook iets dat jij dan bovenop zit. De, jij bent dan de persoon die de ja, 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 communicatie dus, uh, doet, of? Uiteraard uh, ja, houden we daar wel rekening mee, omdat ik ja, ook moet uh, startgelden onderhandelen en dan ja. moet kijken uh, qua budget. Maar er is nog geen definitieve wedstrijd aangeduid van die wedstrijd het gaat het worden. Nee, nee oké. Okay. Laten we hopen dat we ze zo snel mogelijk terug uh, in de cross zien. Mannen, uh, het zit er zo goed als op. Ik wil jullie bedanken om hier aanwezig te zijn. Nu, voordat ik jullie laat gaan, wil ik toch nog even horen van jullie. Ik wil een top 3. Het is niet evident, maar voor het, uh, voor het EK, wie staat er daar op het podium? Mannen? Uh, ja, mannen. Of, oh, oei, oei. Ik denk, Iserbit, Zweek. Beetje... Gerbe Kuiper, Ja, om te nodigen. Moet. Uh, <laughs> Je hebt gelijk, ik snap het. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dan ga ik voor uh, Lars van der Haar, Izerbiet, en als derde. Gerbe Het <laughs> mm -hmm. zou kunnen, en we ligt de het druk. jou. Hij uh, gaat, ja, er de gaat de zeker fout bij zijn. Mm, ja, als derde is het echt heel moeilijk. Mm. Nee, dan ga ik uh, voor Thibaut Nijs. Thibaut Nijs. Mm. Ja. alright. We horen net de top drie. We gaan zien of het uh, effectief het geval is. Man, een dikke merci om hier te zijn. Ik vond het uh, een heel fijn gesprek. Ik heb heel veel bijgeleerd. Dat in ieder geval wel. Uh, en ik wens u nog veel succes op het uh, EK. En de komende uh, dingen die jullie nog gaan ondernemen. Ook u thuis bedankt voor het kijken, voor het luisteren. En hopelijk uh, tot snel voor de volgende clubhouse tanden Merci en tot de volgende. Bye bye.